Ja, we weten dat die bikehunters bestaan. Richting hier de kwart, politie is geachter. Oh my god, ik heb nog nooit... Dit is zo snel gegaan. In 2023 werd er zo'n 86.000 keer melding gedaan van fietsendiefstal in ons land. Onder andere verzekeraars zijn het zat en zetten zogeheten bikehunters in. Zoals Daniel, die met behulp van GPS-trackers de gestolen fietsen opspoort. Nou, die fiets dat lijkt dan waarschijnlijk nog steeds buiten te staan. Vlakbij in de buurt van, dat, van die huisartsenpartij. Dus ik ben benieuwd. Officieel heet het particulier onderzoeker. Maar in de volksmond als bikehunter. En ik spoor gestolen fietsen op in opdracht van verschillende bedrijven. En waarom hebben we hier vandaag afgesproken? We zijn in Amsterdam. Ik heb hier een aantal weken geleden een casus gehad. Dan moet hij links van jou staan, misschien het westen. Waarbij een achtervolging is ontstaan. Ja, ik zie hem rijden. Hier verderop kwam ik hem tegen. Ik werd via de porto vermeld dat hij achter mij reed. En toen zag ik hem daar rijden. Vervolgens ben ik achter hem aangerend en is hij daar het fietspad weer opgegaan. En hier rende ik dus achter hem aan. Toen ben ik gestopt voor de veiligheid. Ik ga hem loslaten. Ik ga met de bus achteraan, wat graag even deed. Contact gelegd met de politie en ben ik teruggegaan naar de bus om hem op die manier te kunnen achtervolgen. Ja, we weten dat die bikehunters bestaan. Soms werken ze voor verzekeraars, soms werken ze voor de particulieren. Dus het is ook hartstikke mooi als ze die fietsen terug kunnen brengen naar de eigenaren. En we hebben ook niet alle tijd om voor elke fiets een enorm onderzoek in te stellen. Alleen het moet wel binnen de juiste regels gebeuren en moet wel zorgen dat alles veilig gebeurt. Nou, de kijker had het inmiddels al gemerkt, maar je wilt niet herkenbaar in beeld. Waarom is dat? Nee, ik moet mijn werk toch wel heimelijk kunnen uitvoeren. Dus ik moet niet... Ik moet geen mediabekendheid worden dat iedereen weet hoe ik eruit zie. Dat heeft voordelen om mijn werk te kunnen uitvoeren. Ja, dat staat stil, denk ik. Wat voor partijen? Wie zit daarachter? Ja, we zien dat er verschillende partijen zijn die fietsendiefstallen plegen. Er zijn gewoon groepen uit Nederland die zo'n fiets stelen en zelf meenemen voor eigen gebruik. Die ze meenemen voor de handel. Maar we weten ook dat er heel veel bendes zijn die internationaal rondreizen en die fietsen gewoon in busjes inladen en met grote partijen meenemen. De bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Hey, kan jouw werk ook gevaarlijk zijn? Ja, er bestaat een mogelijkheid dat er is een klein gevaarsetting inderdaad. En wat komt er dan bij kijken voor gevaar? Ik heb van de week iemand aangehouden, die werd wederspannig, die vluchtte. En die bleek, ik heb zijn tasje te pakken gekregen tijdens de vlucht. En die bleek daar een schaarte in te hebben zitten. Ja, tijdens het losworstelen was hij wel bezig om bij zijn tasje te komen. Dus er bestaat de kans dat hij die schaar had willen pakken op dat moment. Ja, fiets aangetrokken is inderdaad gedumpt hier. Ja, ik kwam hier dus aan. Toen zag ik hem eigenlijk al gelijk daar in de bosjes liggen. Licht was nog aan. Hij is gewoon letterlijk van zich afgedumpt en is weggevlucht, de verdachte. Nog eventjes in de buurt gekeken natuurlijk of ik hem zag, maar die was al weg. Dan gaat het mij er alleen maar om. De fiets is terug. En dan gaat de fiets terug mee naar de eigenaresse. Ga je voor de fiets veiligstellen? Ja, mooi werk. Helpen de GPS-trackers en die bikehunters tegen de hoeveelheid diefstallen? Schrikt dat af? We weten niet of het afschrikt of het daadwerkelijk diefstallen tegengaat. Alleen we kunnen natuurlijk wel voorstellen dat zo'n fiets minder interessant is voor zo'n crimineel als hij elke keer teruggehaald wordt. Wat doe je op het moment dat je de fiets hebt gevonden? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk om te verifiëren of dit de juiste fiets is. Dus dan is het een kwestie van het frame-nummer controleren. En is het de juiste fiets, dan bellen we de politie, nemen we contact op. Ik had met politie aan de lijn, maar ik hoorde dat jullie hem al terug hadden. Dus ik heb gezegd dat ze niet meer hoeven te komen en dat wij de fiets weer nemen. Ja, inderdaad, top. Verdachte is inderdaad weg. Heeft verder ook geen nut. Fiets is terug. Ik ga hem inladen. Dat geeft de meeste voldoening om die mensen blij te maken. Zeker als je heel snel na de diefstalmelding al die fiets kan terugbrengen. Oh my god, ik heb nog nooit... Dit is zo snel gegaan. En probeer hem altijd om een object vast te zetten. Dat, ja, ik ga hem nu gewoon aan het fietshek vastzetten. Ja, precies. Dus dat had ik inderdaad vanmiddag ook een beetje dom, niet gedaan. Wij zelf zijn ook samen met de branche en verzekeraars aan het kijken hoe we die fietsen die stallen tegen kunnen gaan. Dat zou nog mooier zijn als er gewoon minder fietsen gestolen worden. Nou, het allermooiste is natuurlijk dat mensen hun fiets terugkrijgen. Ja, als mensen hun fiets terugkrijgen na diefstal is het mooi, maar nog mooier als hij niet gestolen is in de eerste plaats. Maar ik dacht, ik ben heel snel in en uit hier. Op een plek waar het ook nog eens heel druk was. Helaas, gelukkig voor mij, maar helaas zijn die gasten ook hartstikke snel. Ja. Die aasen daarop.
En rijden gewoon rijden rond met busjes en laden ze in. Die zet ik erin. Maar goed. Hij is terug. Ja, okay. Heel erg dankjewel. Fijne avond. Succes. Je ziet het, je hoort het. Het is heel fijn om dat te doen. Het is misschien echt het leukste wat er is qua werk. Goed nieuws brengen.